zondag, 7:15. Waarom zijn we wakker? En ik, waarom zijn we wakker eigenlijk? Het is zondag. Een beetje geld te verdienen zeker? Jij wel, ik niet hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Paaseitjes. Het losadres is daar in de verte. Daar. Hier. Zoals je ziet, vandaag niet in mijn Volvo. In de 4-serie. Even kijken als de deuren daar al open staan. Een speciaaltje vandaag. We gaan iets. Met een heftruck lossen, we gaan niet met een kaai lossen, maar een sportpaleis lossen. Dan kun je er ook niet veel zeggen, eigenlijk. Nee, dat is fijn. Je kunt ook niet verwachten dat er makkelijk binnen geraakt, hè. Dat is wel hoor. Die podiumbouwers en zo, die moeten er ook binnen geraakt met anders. Spelling. Ja, maar die hebben maar één ingang geloof. Dus alles en iedereen dat er wil zijn, allemaal door die één ingang. Ik zie er al een Clark buiten komen. Dat is hier of hè? Ja. Zot. Daar achteruit in. Hier opstaan, daar recht achteruit in. Oh boy. Vooral om een keer te voet binnen kijken. Jawel. Allee, jong. Als er plaats is om binnen te rijden. Oei. Zo zot eigenlijk. Deze is letterlijk waar aan de bezoekers doen we gelijk. Ja, ja. Dat hier met een kanon binnen moet, jongen. Het is 4,12 meter. Juist gepast, hè? Deze serie is 4,04 meter. Dat is de tribune daar omhoog gaat, of is dat? Ja. Maar zot. Dat is zo zot, jong. Wat doen we op alles? Voor mij is wel Alex, zeg nu nou. Sportpaleis. Holy shit, joh. Zie dat ik hier met mijn kop ergens tegen loop. Oh, maar deze is te goed, best. Dus dat is gewoon een prijsje erin en vroet, kabel omhoog. Ja. Jezus, ja. En al die kabels moeten er ook gelegd worden. Hè? Ik weet nu wel. Die tribune, ik ga er nooit meer op zitten, hè. Dat is echt... Moet maar eens een slimme op die knop duwen, hè, zeg. Show in 4D. Amai. Oei. Hoort hier allemaal het opbouw. Er stond al die in. Ik zal opeens aan het hier te doen, hè. Echt. Zo gek. Hallo. Hey. Is dat jullie? Ja, ik ben weg. Ik moest van achter zijn. Dat is jammer genoeg. We mogen niet binnen. Dikke Volvo. Normaal gezien mochten we binnenlossen in het sportpaleis echt. Maar daar is het een beetje te druk. Dus het is van achter buiten lossen. Dikke 4-serie.
dikke 35 jacht. Met de klaptrapjes. We hebben er eigenlijk al vaak opgereden, maar nog nooit ondergestaan. De Ring van Antwerpen. Dat is ook maar een brug eigenlijk. Eigenlijk is dat gewoon een parking in de lucht, hè, was daar altijd stil. Oh, dat is wel waar. Dat is wel proper. Ik wil ook groene lichtbak. Ik vind dat mooi. We hebben kans. Eerst mochten we niet binnenlossen, moesten we van achter lossen, achter het sportpaleis. Maar ze kwamen zeggen, het is toch voor binnen. Hij had me dat beloofd, hij zei, ja, normaal gezien binnenlossen, dus ja, dat wil ik dat ook wel zien. Hè, ja. Dat is normaal. Hè. En dat is ook gewoon leuker op beeld. Het is wel eens cool om te zien, meestal als ik in het sportpaleis ben, is het voor een evenement. Dus dan is het klaar. Dan zie je die podiums en alles is in orde. En dan zie je zo kabels hangen en rails op de grond liggen. Het is iets anders. Natuurlijk, nu kan ik even wachten, want... Oude meuk is leuk, maar het moet druk hebben natuurlijk. We wachten even. Dus welkom bij een nieuwe serie. We rijden mee met iemand. Ik weet niet hoe ik het ga noemen eigenlijk. Welkom bij Godeme. We gaan nog een rondje ver. We gaan nog even een keer, dat is te veel afgepakt. Dat is een hoek dat niet veel mensen hebben zo. Ja, toch wel een beetje blij dat we binnen mogen eigenlijk. Nou, even wachten tot de Volvo klaar is en dan mogen we binnen. Zo hebben we wel alle kanten gezien van sportpaleis, denk ik. Dat zijn we weer. Mensen die er nooit geweest hebben. Ja, ik was er juist aan het zeggen, dat is wel normaal komt hier zo als dat klaar is. Als er zo op podium staat, dan komt hier om te feesten of zo. Normaal staan hier zo centimeter voor centimeter achter elkaar om binnen te geraken. Bandjes als te bleef. De drank is voorzien. Dat is gewoon een luster, Jan. Check. Proper Volvo. Dat is echt gek eigenlijk. Dat is zo gek. Bier. Ik kan dat zeggen, zeg. Het sportpaleis binnen rijden. In het sportpaleis. Ja, niet normaal. Sportpaleis avontuur. Ik snap niet anders. Dat er van binnen rijden in een camion. Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar. Meestal staan er auto's. Best 500 akker met 20.000, 25.000. Dat zou wel wat meer zijn. Hè? Dat zou wel meer zijn. Maar ja, geen. Ja, toch. Wie verzoekt dan te staan als bezoeker? Dat is de plek. Een 4-serie bed, hè, dat blijft toch. Dat blijft toch gaaf. Ik was er juist aan het denken, zo, dat is een nieuwe serie, zo meerijden bij mensen, maar hoe moet ik dat noemen? Godeme. Godeme. Dan een opstap.
We gaan nog even een kanje, dat is al ingepakt. We kunnen ook anders de pomp lanceren, dat ze zelf ideeën in zijn werk doet. Ja. Maar ik van Antwerpen al 90. Zot, hè? Ja. Echt? Het bestaat. Ja, ik zou een introductie moeten doen, hè. Stel u eens voor. Wat is je naam? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Ik ben Jambers. Wie zijn ze? Wat doen ze? Op een zondag. Vooral de vraag stellen waarom doen ze het. Rekeningen betalen zichzelf niet, jammer genoeg. Maar wel een mooie hobby. Hobby. Dure hobby. Ja. Soms realiseer je dat ik soms een keer nee moet leren zeggen. Ja. Zoals op een zondag om 6 uur uit je bed komen. Maar het levert wel leuke beelden op. Dat is meneer Veiltransport. Hij rijdt normaal containers. Je kunt ook eens met mij rijden, maar ik vind er niks aan. Hè. Containers is ook altijd saal. Ik ken het hoor. Ik heb het 6 jaar of 5 jaar? Ja, 5, 6 jaar. 5, 6 jaar. Ik heb anders binnenkort iets in Benjamin. Moet binnenkort 4 stukken rolbrug. Dat is ook wel cool. 32 meter. Hé? 32 meter lengte. Jezus. Ja. Die ga je met plezier meepakken. Ze kunnen zijn met een diesel terug, dat hij met een diesel doet, dat is even redding. Dat is wel zot, hè. Ja, 32 meter, want hij heeft nu een nieuwe trailer gekocht, een notenboom. Hydraulisch gestuurde assen, uitschuifbaar tot... Ik dacht 25 of 28 meter. Amai. Juist, dat moet ik moeten vragen, het zal daar iets tussen zijn. Ja, volledig in de kleuren. Dat is een einde, zo zot. Ja, die heeft dat gekocht, speciaal voor het vervoer van die rolbrug. Dat is met begeleiding en zo. Ja, klopt. Dat zijn zo dingen dat ik wel wil op beeld hebben. Dus even een herinnering, subscribe, like en comment op de video, zodat ik grapper betaald word. Dan kan ik al eens verlof pakken. Dikke Volvo. Uiteindelijk, Engeland heeft Trucker Tim, Nederland heeft ja, veel, Martijn Kuipers, die Badraaf, ja, Leven op Wielen. Ik heb wel toevallig zo van mijn oude video's te bekijken, en echt zo een van mijn eerste video's had die Leven op Wielen gereageerd van toffe video's. Dat vind ik wel cool, maar ik in België. Niemand denk ik. Welke dommerik doet dat? Denk je? Wat is er hier aan de hand? Overline aan de pomp. Speciale vis, denk ik. Gepoederde vis. Een beetje vast. Ik ben uit het beste die dat 4 serie ooit gemaakt heeft. Heeft hij die ook zelf laten spuiten of was hij in die kleur, dat blauw? Hier, die serie. Dat was hem dan. Ik vind ook, dat is hetzelfde blauw. Wat chance hebben we eigenlijk. Dikke show. Dat is dus meneer VL Transport. Ik ga toch over die balustrade moeten klimmen om van dat ding te komen. Van die... Ja, ik had spijt. Ja. Ik ken dat als ik daarover klim en dan kom ik ineens zo. Ai! Je hebt al een goede video te komen. Ja, zo. Ah! Ik kan niet weglopen dat je nog aan het lossen bent. Nieuwe thumbnail, verder in de boek. Ja, ik zou zeggen, dit is het einde van aflevering 1 van de serie. Het is een naam verzinnen. Nou, wel interieurisch filmen. Ja. Deense Plus is altijd goed. Ik vind ook wel schoon die kleur van die Alcantara. Zo wat grijzig. Wit stuur is must.
dat is kan je aan je hand wel herkennen, denk ik. Voilà, dat was het hobbyritje op zondag. Lotto denkt dat hij gepakt wordt terwijl je de sleutel bij hebt. Allee, merci dat ik mee mocht. Graag gedaan. We hebben het sportpaleis van binnen gezien op een zondag. Ik zal de volgende keer die van mij pakken. Het is dan een keer een verandering. Als hij gewassen is. Mensen hebben geroepen voel, we hebben hem altijd komen wassen. Maar dus hier beëindig ik de video. Ik heb weer iets zot gedaan. De eerste aflevering van de serie. Zeg iets in de comments hoe we het gaan noemen, ik weet het niet. Ik weet niet wat eruit komt. Dat zal zo afwachten. Dus ja, het plan is dit dus. Hè. Een keer meer rijden met wat mensen. In plaats van altijd maar in mijn camion. Altijd maar zelf doen. Niet de basic huif, container, frigo werken. Maar een keer iets zot. Een keer in het sportpaleis gaan lossen. Dus ik zou zeggen, abonneer. Reageer, like, wat zeggen ze allemaal, ja. Dat is nog iets in die tand, zeker. Even weten wat je van de 4-serie vindt. Mensen van de eigenaar kennen, tag dat maar. Ja, eigenaar wou getagd worden. Dat is het voor vandaag, hè. Ik zie jullie bij de volgende.